Goedemiddag, Joost. Goedemiddag, Quinten. Week 9. Hoe is het? Daar beginnen we altijd mee. Hoe is het? Het is goed. Ja? Het gaat lekker. Ja, hoe is het bij jou? Goed. Ja? Ook goed. Ja, zeker. Ben je weer een beetje hersteld? Een beetje hersteld, ja, zeker. Ja. En jij hebt natuurlijk je PR's en pizza's gehad. Yes, hè? Afgelopen zondag was dat. Woe! Klopt. Dat was mijn tussentijdse meting. Daar gaan we het even over hebben straks. En we gaan nog even vooruitblikken. Ja. Een mooie challenge in de planning. We zitten in de kantine van het Trefpunt. Wow. Dus voor iedereen die aan het kijken is van YouTube. En voor de luisteraars van Spotify. Je kunt ook op YouTube checken. We zijn in de kantine gaan zitten. Een keer een andere setting. Leek ons wel gezellig. En we dachten af en toe een beetje sluikreclame erbij. Dat kan nooit kwaad, toch? LG sponsor ons een keertje. Grols heeft er verder niks mee te maken. Nee. Yes. Mooi dat jij er bent in ieder geval. En ik zou zeggen, let's kick off. Afgelopen zondag was PR's en pizza's, ons krachtevenement. Het idee is dat je de squat, bench, deadlift kun je doen. Dat zijn krachtoefeningen, 3 verschillende krachtoefeningen. In principe kun je ook gewicht heffen. Dat hebben we bewust niet gedaan. De animo was wat lager dit keer. Ja. Maar de gezelligheid was gewoon goed aanwezig. En ik moet eerlijk toegeven, de inzet was top. Ja, nice. We doen het 2 keer in het jaar door het evenement. En dan kun je testen hoe sterk je bent. Daar komt het eigenlijk op neer. Je hebt 3 kansen per techniek. En je wil eigenlijk 1 herhaling met zoveel mogelijk gewicht verplaatsen. Ik had squatten, dat is dus kniebuigen, benchpresses, bankdrukken, dan lig je op de rug en dan duw je het gewicht omhoog. Ja. En deadliften, dat is technisch tillen gedaan. En voor mezelf had ik het doel voor de tussentijdse meting, ik wil minimaal 150 kilo squatten. Begin van het jaar hebben we ook PR's en pizza's gedaan, toen had ik gefaald op 147,5 en toen had ik 145 gehaald. En dit keer ging 151 ging omhoog en dat Boom. Ging goed. En dat voelt lekker. Nice. Ja. Even kijken, benchpress, bankdrukken heb ik sinds eigenlijk dit programma pas echt weer structureel opgepakt. Dus dat viel heel erg tegen bij mij helaas. Mijn oude PR voor de lockdowns, dat was 111. En ik had nu gefaald op 107,5. Dat was geen goede press. Ik ging omlaag en ik had het idee dat ik hem voor mijn gevoel naar mijn buik liet zakken. En ik was hem kwijt. Oh. Dus dat was gewoon echt slecht. Dat is baan. Volgende keer beter. En daar gaan we voor. En deadliften ging mooi. 181 en ik had de vorige keer 175 gedaan. Kijk. En ik wilde minimaal 180 op deadliften, dus dan doe je 181. Nice, ja, uiteraard. Daar werd ik wel gevraagd. En nu je dit hebt gehad, zijn jouw doelen nog meer getriggerd? Of zeg je van, dit is wat ik wou, nu heb ik mijn doel gehaald? Of hoe voel je nu? Waar wil je nu naartoe? Nee, ik denk wel dat ik gewoon op schema lig. Dit was een tussentijdse meting, dus mijn doel is nog niet gehaald. Want we zitten al in week... Dit is week 9. Ja, maar ik had ook al wel gezegd in een andere podcast dat het lukt niet in 12 weken om mijn oude PR's te evenaren. Dan moet ik 200 kilo deadliften. Ik zat nu op 181 en dat ging gewoon goed. Maar 200 zit er echt nog niet in. Maar het is alweer beter dan begin dit jaar. En nu gewoon door blijven trainen. Ik ben wel gemotiveerd om mijn oude PR's te verbrijzelen. Goed, zeker. Nice, man. Zin aan. Mooi, man. En leuk evenementje. Omdat het zo vroeg was, hadden we in plaats van pizza's broodjes geregeld. Lekker, hè? Dus we hebben broodjes gegeten na de tijd in plaats van pizza's. Nou, en dat is het ook met zo'n evenement. Je wil gewoon dat het gezellig is. Je wil dat de doelen worden gehaald. Mensen voelen zich goed. Ja. Dat is ook leuk. Dat is ook nice. En dat vind ik ook wel een van de grotere pluspunten wat Bodykicks heeft. Gewoon de community. Gewoon het met elkaar oppakken. Dat zijn wel echt leuke dingen. Ja, ook mooi dat er animo voor is natuurlijk. Ja, ook al was niet heel veel. Heel veel mensen zijn ook gewoon hartstikke druk natuurlijk. Ja. Maar weet je, je kunt samen een evenementje aan. Er komen veel vragen in één keer. Hoe zou ik dit doen? Wat voor gewicht zou ik doen? Ja. Hoe ziet mijn squat eruit? Hoe zit mijn bench? Is de techniek nog goed? En als je heel zwaar tilt, kun je natuurlijk ook de foutjes echt uit de techniek halen. Ja. Dat is wel heel mooi. Krijg je mooie gesprekken van. En daar kunnen mensen ook weer gemotiveerd mee verder. En dan volgend jaar gewoon weer meedoen. En hopen dat de animo weer wat groter is. En ook dat we hem weer in de avond doen bijvoorbeeld. Of misschien net zoals vandaag, of net zoals afgelopen zondag met broodjes erbij in de ochtend is ook prima. Want vorige editie was wel in de avond, hè? Ja, op vrijdagavond. Merk je daar nog verschil in dat je inderdaad nu in de ochtend hebt getild en in de avond? Of zeg je van... Nee, ik train 's avonds beter. Dat is over het algemeen. Maar ik had nu op een of andere manier de mindset goed. Ik was op tijd uit bed, ik had goed gegeten, ik was uitgerust, ik was niet moe. Dus en je hebt toch die spanning van dat er mensen bij zijn. Ja. En dat is anders dan wanneer je alleen staat. Dus, harder, hè? Ja, er zijn ook wel wat van onze deelnemers zondag die toch een beetje zenuwachtig waren. Ondanks dat het helemaal geen officiële wedstrijd is. We hebben ook niet met de officiële commando's gedaan zoals je een echte powerlifting wedstrijd doet. Okay. We hebben wel richtlijnen aangehouden, zodat het wel duidelijk is hoe je moet uitvoeren. Okay. Maar we hebben bepaalde commando's als dat je moet starten met squatten of met squat. Kun je starten, bedoel ik. Yeah. En dan vervolgens dan moet je rechtop staan als je klaar bent met de squat. Mm-hmm. En dan moet je wachten tot de scheidsrechter rek zegt. En dan moet je terug. Dat hebben we deze editie niet gedaan. We hadden echt heel weinig deelnemers. Dus we hadden zoiets van, weet je, iedereen moet gewoon lekker ervaren. En vooral gewoon even lekker een beetje van die planken kort af. Ja. En gewoon
volgend jaar weer meer doen. Vooral dat. Feit. Lekker naar staat, staat de datum al vast voor volgende editie? Nee, dat moeten we nog aankondigen. Maar dat wordt dan begin volgend jaar ergens. Oh ja. Voordat de nieuwbouw klaar is natuurlijk. Dus dan is dat de laatste, het laatste evenementje van PR's en Pizza's hier in Bodykicks. En dan gaat Bodykicks naar het andere terrein, op het industrieterrein. Ja, komt ook steeds dichterbij, hè? Ja, nice, man. Ja. Yes, maar hoe is het met jou? Ja, hoe is het met de 12 weken voor jou? Met shred en cutten, ja, met ja, vet verbranden. Het, het laatste onderdeeltje, de laatste periode is begonnen, zeg maar. En nu is het gewoon, nu heb je al een doel, zeg maar. Nu zie je de eindstreep, zie je al, zeg maar. En dat is wel fijn, zeg maar. Je zit altijd tussen die 6-7 weken. En dan zit je altijd van, god, het duurt nog best wel lang. Ik voel me al best wel slecht, zeg maar. En nu kun je al wel echt een beetje gaan kijken naar het einde, zeg maar. Mm. En daar komen ook weer andere dingen bij programmering. Zoals cardio, wat ik nu wat meer ga oppakken. Ja. De voeding wordt nog wat minimaler, zeg maar. Dus het is wel het zwaarste. Maar het geeft ook wel een stukje opluchting. Want je weet dat het over een paar weken voorbij gaat zijn, zeg maar. Ja, en dan is het ook weer aansterken, extra eten. Ja, dat 100%, ja. Ja, dat zal inderdaad. Daar gaan wij zo meteen. Hoi. Ja, we zitten in de kantine van het Trefpunt, dus af en toe komen er wat mensen langs. Dus dan weten jullie dat ook. En voor de rest nog even wat aansterken door wat bij te eten. Of ja, 100%. En het is wel grappig, want wij gaan het ook nog over de 10.000 calorieën challenge hebben. Ja. En dat is natuurlijk ook weer een doel van mij. Of tenminste, een doel. Dat is denk ik een week nadat ik klaar ben met het programma. Nou, en dat heb ik toen ook gedaan toen ik klaar was met mijn wedstrijd. Als je klaar bent, dan ga je zoveel eten. Maar dat is uiteindelijk niet. Je lichaam is een soort spons, zeg maar. Dus je moet het wel weer even rustig opbouwen wat je gaat doen met de macro's, zeg maar. En die 10.000 calorieën challenge, dat wouden wij sowieso nog even belichten. Is sowieso niet omdat wij willen dat jullie het gaan doen. Dat is echt puur voor ons zelf. Om te kijken van, hey, is het leuk om content te delen? Om een beetje bewustwording te creëren van hoeveel calorieën er nou te consumeren zijn in een bepaald tijdsframe. Dat is niet voor enkel andere doeleinden om jullie aan te sporen om 10.000 calorieën te eten op een dag. Zoals Jackass altijd zegt, don't try this at home. Nee, echt niet. Nee. Het is echt ludiek en niet iets wat wij adviseren. Nee. Maar ik heb er wel zin in. We hebben vorige week al een beetje menus en gerechten naar elkaar toe geappt. En jij zat al met jouw M&M's, was het geloof ik? Ja. Ik ben echt, als ik van mezelf zeg, ik ben echt een zoete kou. En ik kan me ook niet voorstellen, zoals ik heb dan ook over met mensen. Je gaat er een beetje naartoe leven. Die zeggen dan, ja, ik ga 2 zakken chips. En als ik al denk aan bij zakken chips, daar kan ik niet eens een halve zak van op, weet je wel. Maar ik ben wel echt een zoetige eter, zeg maar. Mm-hmm. Ik vind chocola vind ik lekker. Ik vind toetjes vind ik lekker. Ik vind gebak lekker. Dus dat zijn ook echt wel dingen, daar ga ik me op focussen. En volgens mij heb jij een beetje het tegenovergestelde, toch? Ja, een beetje dat hartige, hè? Inderdaad, ik ga meer voor hartig met vooral veel vet erin. Ja. En jij gaat denk ik wat meer voor zoet. Ja, dus voor veel suiker. Ja, die combinatie moet je toch wel hebben, maar je moet gewoon veel energie hebben. En ik weet gewoon dat ik heel veel ga doen. Gewoon op de echt, 's nachts waarschijnlijk al uit bed. Maar daar ben je van overtuigd. Ja, ik denk wel echt dat ik dat moet doen, anders dan haal ik volgens mij echt die 10.000. Want het mag alleen maar eten, hè? Je mag niet drinken. Ja, je mag wel drinken, maar dat telt niet mee, zeg maar. Dat vind ik best wel grappig, want toen wij daar in het begin over hadden, toen zei je van, oh, 10.000 calorieën, ik heb dit weekend al 5.000 op, ik hoor het je nog zeggen. En nu kom je daar steeds iets meer van terug. Ja, ik denk dat het lastig gaat worden. Ja, dat klopt. Ja, weet je, ik kan gewoon heel veel eten. Ik ben niet groot, maar ik kan echt heel veel eten. En ik, 5.000, 6.000, dat lukt mij echt wel. Zeker. Maar ja, dan zet je misschien vol. Dus ik zal echt wel veel uren op die dag van die 24 uur gaan besteden aan inderdaad eten, bewegen, wel leuk, sporten. Wel leuk. Misschien wel een paar heftige workouts doen. Misschien is dat wel een idee. Dat is ook wel leuk om gewoon dat samen te filmen en door te nemen. Van, hey, hoe voelt dat dan? Waarschijnlijk hebben we best wel een Is het een leuk idee om samen naar een McDonald's heen te wandelen bijvoorbeeld? Ja, zeker. En daar gewoon iets van 100%. En dan bijvoorbeeld terugwandelen met nog wat eten in de hand. Ik ben erbij. McFlurry is die zijn zo lekker. Vooral in deze periode van je 12 weken. Ben je alles voor je lekker. Maar daarentegen, de belangrijkste boodschap van deze podcast was ook even om inderdaad naar de mensen die kijken, luisteren, te zeggen dat het niet verantwoord is. Nee, het is niet verantwoord. Nee. Dat is het zeker niet. En wij gaan het ervaren, zodat jullie dat in principe niet hoeven te doen. Ja, wij gaan inderdaad dummy spelen. Wat wel mooi. Heb jij nog 3 favoriete cheat meals, snacks, waarvan je echt zoiets hebt van, daar ben ik echt
heel erg gevoelig voor. Ja, ik heb altijd wel chocolade. Dat is sowieso één ding dat ik altijd naartoe ga. Chocoladereep of Oreo's. Echt heel veel zoete dingen heb ik in principe. Maar ik heb niet dat ik zeg van, ik moet die specifieke pizza hebben. Ik moet dit specifieke ijsje hebben. Ook niet een cheesecake of een donut? Nee, helemaal niet. Nee. Ik heb niet echt een go-to. Nee. Eigenlijk als ik cheat, dan is het gewoon, waar heb ik zin in? Ik heb niet iets standaard. Je ziet wel heel veel mensen hebben iets standaard. Ze zeggen van, elke zondag ga ik naar de McDonald's, haal ik een Big Tasty en een ijsje. Dat heb ik niet. Ja, het is bij McDonald's. Volgens mij een Big Tasty, had ik een dubbel Big Tasty. Nee, dat is niet waar. Homestyle Crispy Chicken. Ja. En daar kun je die grote van bestellen. Okay. Daar zit je ook al op 800 kilocalorieën of zoiets. Ja. Ik had het opgezocht vorige week in ieder geval. Ja, maar moet je nagaan dat je dan... Als je er dan twee van opeet, laat ik zeggen. Ja. Dat is best veel, toch? Dan heb je nog maar 1600 calorieën. Ja, maar het geeft heel weinig voedingswaarde. Dus je bent redelijk snel alweer hongerig, zeg maar. Ja. En je hebt ook nog verschillende challenges. Dan doen ze 10.000 calorieën gezond. Dus dan mag je geen fastfood eten, zeg maar. Dat is helemaal heftig. Dat gaat niet lukken, man. Dan ga je een stuk. Mooi, man. We kijken er gewoon uit en we kijken hoe het gaat lopen. We gaan sowieso nog meer berichtgeving geven over hoe we het in gaan vullen. Maar daar gaan we samen nog even over sparren, lijkt me. En we het de volgende keer nog wel over. Ja, daar hebben we het de volgende keer over. Dat was hem, jongen. Ja, de tijd zit erop. Dankjewel voor het luisteren, voor het meekijken. En wij zien jullie de volgende keer. Praten over eten gaat altijd snel, dus. Echt, hè? Ciao.